Zijn we er al bijna of niet? Geen idee. Kijk in de binnenkant van mijn ogen. Zo, dit was even een instinker. Want via de intercom melden ze. Kijk uit, u ligt onder de brug. En dat klopt ook, want nou ja, het water gaat omhoog, zo'n 5 meter denk ik. En dat zou betekenen dat we hier onder deze brug kwamen. Nou, dan ben je gewoon geplet. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We zijn in Grauw. Nou, en Grauw doet zijn naam eer aan. Kijk eens even met me mee. We hebben het wel beter gehad tijdens deze vaartrip, maar het is niet anders. Het is nu zonnig. Het is echt zo'n dag dat je denkt, ik blijf even lekker op de bank liggen, Netflix kijken. Of de complete serie van de vloggende bestemming natuurlijk. Hè? Maar goed, we hebben weinig keus, want we willen eigenlijk weer verder trekken. Vandaag richting Lemmer. Het regent hier niet alleen hagels, maar ook druppels. Hè? Ja. Het misert een beetje. Ja, het misert. Het is van dat smerige weer. Ja. Dat is minder. Gewoon grauw. Nou, ik vertelde net al aan de kijkers, Grauw doet zijn naam eer aan. Grauw verdient beter dan dit, denk ik. Hè? Dat is natuurlijk een beetje jammer dat we dan met dit weer hier zijn. Ik denk dat het een heel mooi watersportdorp is. Ja. Veel water en veel havens, bootjes. Sport, ja. Open water. Ja. Mooi hoor. Maar we gaan eerst een hapje eten zeker. We gaan eerst een hapje eten. Ik moet nog wel even erbij vertellen dat we natuurlijk een sprongetje in de tijd hebben gemaakt. Ik stopte de vorige vlog dat we zo'n beetje bij Bart Lehim waren of zo. Toen zei ik van, we gaan een leuk weekend houden in Leeuwarden. Met mijn zus en mijn nichtje. Nou, dat hebben we gedaan, dat heb ik niet gevlogd. Maar goed, Leeuwarden had ik al laten zien. En ook het vaartochtje hier naartoe, richting Grauw, had ik ook al laten zien. Dus we maken een sprongetje in de tijd, vandaar dat we nu dus in Grauw zijn. En vandaag gaat het circus weer verder, hè? Ja, misschien. Als het zo miserig blijft, kunnen we beter hier blijven. We kruipen onder de wol. Ze geven iets beter op, dacht ik. Ja, ze geven iets beter. Nou, laten we daar maar op... Anders gaan we een goed boek lezen. Goed boek? Dat zou voor het eerst zijn dat ik een goed boek lees. Ja, ik lees namelijk nooit. Ik heb daar niet de concentratie voor. Maar het lijkt me heerlijk om dat wel te kunnen doen. En, moet ik er even bij zeggen, gisteren toen ik de VB-002 wilde invaren, stond er echt een hele harde wind vanaf die kant, zo dwars op een boot. En toen had in één keer mijn boekschroef ermee, hè? Overfrit, ja. Nou ja, dat ken, want weet je wat het is, zo'n ding mag je helemaal niet zo lang gebruiken. Nee. Maar je had hem hard nodig, dat kon niet anders. Ik verloor de macht een beetje, want hij stond zo hard op de zijkant. En toen kapte hij ermee. Het was even een ding. Ik moest, toen moest je zonder, was het nog lastiger, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Ja. Nou ja, het is zo dat ik krijg er ook opmerkingen van mensen die zeggen van, Kees, je kan toch ook zonder boekschroef varen? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat heb ik ook al een aantal jaren gedaan met een wat kleiner motorjachtje. Maar deze boot is zo hoog, 3,70 meter en heel veel tentdoek. Dus het is net een zeilboot af en toe. Ja. Dus dat is best wel pittig. Het is niet dat ik niet kan varen zonder boekschroef, maar ik vind het gewoon... Ja, veel makkelijker. Hè? Ja, maar nu was er gewoon een hele harde wind hoor. Het was echt een harde wind, ja. Staat hier natuurlijk. Je zit op de open meer eigenlijk hier, hè? Ja, heel open. Ja. Maar goed, toen was de zekering, deed het niet meer. Nee. En toen bleek de zekering stuk te zijn. Dan wist ik toevallig dat er een grote zekering tussen zit. Ja, deze dus. Zo één. Kijk even mee. Ja. Deze zekering, die zit erin. Nou, ik had hem nog nooit gezien van mijn hele zekeringenleven niet. Dus, maar toen heb ik een oproepje geplaatst op Instagram. En binnen, ik denk een kwartier kreeg ik heel veel berichten van mensen. Oh, ik heb wel zo'n ding in de la liggen, kan me wel even brengen. Maar Jelmer, een oud collega van mij, die reageerde ook. En die woont hier in Grauw. En die heeft zijn netwerk even op losgelaten. En nou, binnen een kwartier stond hier een man en die kwam deze zekering brengen. Nou, niet deze, want die is kapot, maar de nieuwe zit er al in. Dus daar waren we mee geholpen, want het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij kapot was geweest. Maar ik wist dat hij niet stuk was. Maar ik had dat sleuteltje, zo'n klein sleuteltje, wat je gebruikt om het tankdak open te draaien. Ja, oh, die ga ik even pakken, wacht. Ja, die past er precies tussen. Ja, inderdaad, dit sleuteltje. Ja, hoe doe je dat dan? Past er precies tussen. Kijk maar, als je die afstanden ziet hier, die. Ja. Die,
Hij past precies tussen. Kijk, normaal gesproken zit deze zekering tussen twee polen, hè, zo zou ik kunnen zeggen. En dan knalt hij eruit als het niet goed is. Maar je kan hem ook elimineren en dan zeggen van, er zit geen zekering tussen. Je zou dit ook een zekering kunnen noemen, maar die gaat pas stuk als het hele schip afgebrand. En wat zegt dan de verzekering? Ja. Nou, dat moet je niet allemaal zeggen natuurlijk. Nee. Maar goed. Maar dan weet je wel of hij goed is. Ja. En hij was goed, gelukkig. Hij was goed, ja. Misschien hoor je de wind ook een beetje suis om ons heen. Het is natuurlijk zwaar onaantrekkelijk weer om te gaan varen. Oh, sorry, ik zit precies weer te filmen tijdens een hap in, maar dat maakt niet uit. Doe ik het woord wel even. Ja, het is wat ik net zei van het weer, dat je denkt, ik kruip lekker onder de wol. Die man niet hoor, die zit te vissen. Die staat te vissen voor het schip. Ja, maar die heeft misschien ruzie met zijn vrouw. Die denkt, zijn vrouw achterin, ik ga even lekker vissen, maakt niet uit wat voor weer het is. Nee. Maar ja, we gaan straks, wat ik net zei, gewoon even grauw in. En dan filmen we daar even de highlights van grauw. Ik denk dat we daar vrij snel mee klaar zijn, hè, want het draait hier een beetje om zeilen. En watersport, nou die mensen die zijn allemaal in een rolletje gekropen. Terrasjes inderdaad. Nou. Ja, ook niet echt. Wel jammer voor Grauw en voor ons, maar goed, ja. Het zij zo. En daarna gaan we de motor weer starten en hopen dat we vandaag zonder problemen weer verder kunnen. Heb jij er een beetje zin in vandaag? Ik denk het niet, die blijft wel lekker op zijn kussentje liggen. Dit kussentje is trouwens van de webshop Boutique Deco. Die heeft me allerlei leuke woonaccessoires opgestuurd. Nou, dan ga ik later, als ik terug ben op vakantie, van vakantie, ga ik daar eens even mee aan de slag. Onder andere ook die hele vette klok, daar krijg ik heel veel vragen over. Maar goed, dit zijn een aantal dingetjes. De rest laat ik later wel eventjes zien. Ik zou zeggen, sla je slag. Ik zei net, nou, misschien kunnen we daar in Graaf nog wel ergens even een bakje koffie doen. Toen zei hij, nou, dat is goed, schatje. Ja. Ik weet niet waar ik mee bezig was. We zitten echt zo te veel met elkaar op de boot. Even fout. Misschien bedoelde je het Chico wel. Ik weet het niet. Laat me niet over praten. Oh, maar de tranen stonden in mijn ogen. Dus, ja. Nou, hey, doei Chico. Wij laten jou even hier. Ja? We gaan even grauw bekennen. Doei. Dan moet je voorstellen dat als het lekker weer is, dat dit het kloppend hart is van grauw. Ik kan mij eens even voorstellen nu hoor, maar ik zie niks meer ook. Heb je ruitenwissers op je bril? Zo, maar kijk joh. We treffen het niet. Ja, het is sorry grauw, het is niet anders. Ja, is kan, ik ben Piet Paulus maar ook niet, ik kan er ook niks aan doen. Heb jij nog boodschappen nodig? Ja. Of een boodschappenkarretje? Ik vind het wel een mooi kunstwerk. Eigenlijk is het gewoon kunst, ja. Maar of het nou Albert Heijn er trots op is, weet ik niet als je dit ziet. Oh, bekijk, de schelpjes. Dit is natuurlijk opgevist door, je hebt tegenwoordig van die hobby-types die dan allemaal oude spullen met die magneten. Wat er nog van over is, hè? Zie je het? Zo, kijk. Dit heeft jarenlang onder water gelegen. Met zijn al die schelpjes eraan. Ik weet niet wat het deze week in de bonus is, maar ik denk de mosselen of zo. Nou, dat was hem dan. Ja. Ons loopje door grauw. Ja. Hè? Ja. Op naar de boot. We gaan onszelf even opdrogen. Ja, hebben we grauw weer gauw gezien. Oh, ik heb nu zin in een jacuzzi of iets. In een sauna. Ja, maar het ligt al op hoor daar. Ja, het ligt wel op. Nee, ja. Maar echt zo. Nee, maar het is ook zo. Jammer dat daar de wind niet vandaan komt. Nee, dat wij dat krijgen. Het is wat het is. Maar zullen we gaan varen dan, denk je? Of? Ja, ik ga helemaal varen. Jij bovenop, ik gebruik het beneden. Ik kan het in de gaten houden. Met je goede boek. Ja joh, kijk, je moet ook verder in het leven. Dus gaan we dat maar doen. Ja, vind ik ook. Loop je die kant op. Kom ik net voorbij lopen met mijn pa. Kom ik deze jonge heren tegen, jonge mannen. Ja, vet, ja. Mogen we met jou op de foto, vroegen ze. Nou, dat is, andersom. Met mij mag je op de foto. Ja. Ja. Je denkt, we gaan de rol even omdraaien. Nee, maar hartstikke leuk, maar jullie zijn hier met deze kleine bootjes lekker aan het rondvaren. Leeuwarden even. Vanuit Leeuwarden, dat is best een stukje varen, toch? Ja, op zich wel. Ja, maar met dus twee hierin. Nee, en jij daar. Allemaal, je hebt allemaal je eigen bootje. Ja.
Oh, daar ligt er nog eentje, ik zie het. En dan doe je er gewoon een beetje alle plekjes aan. Ja, nou, Erik, die wist dat u hier was. Dus, ja, zeg maar jij tegen u. Ik moet trouwens enorm uitkijken, want ik sta hier. Cameraman zijn is natuurlijk living on the edge, hè, want ik sta hier met één voetje gewoon bijna in het water. Dus hij zei van, joh, die vlogger is er. Ja, dan moeten we hier naartoe. Ja, maar sowieso van plan om naar Groud te gaan. En we dachten, de vlogger is hier. Nou, hartstikke leuk, toch? Ja. Hey, en Groud, wat vinden jullie ervan? Nou, ik ben hier nog. Ja, het is wel een mooi vaardorp op zich. Ja, alles draait om de watersport. Ja. Zeker. Dat vind ik superleuk en grauw. Ik heb net een rondje met mijn pa gedaan. Ja, we hebben natuurlijk balen van het weer, hè? Iedere keer. Ja, dat is gewoon niet leuk. Ook dat is Nederland. Het beste van maken. Het beste, dat is een goede. Positieve vibe. Het beste moet je ervan maken. Je moet zelf de slingers ophangen. Ja, precies. En jij bent het zonnetje naar huis, in de boot. Jij en jij. Het is toch hartstikke leuk dat jullie zo met die bootjes zo iedere keer een andere plekje aandoen. Ja, dat is zeker leuk. Jullie hebben ook iedere keer een andere vloggende bestemming. Ja. 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 Nou, top. Nou, ik ga er zo vandoor met mijn pa. Maken we even snel een fotootje. Ja, ja, succes, hè. Top. Ja, top. Hij is geweldig. Terug van onze citytrip Grauw. Ja. En pa zegt, kom eens even kijken, ze hebben een cadeautje voor je. Ja, ze hebben het gezellig gehad. De kinderen hebben een cadeautje voor je. Ja. Meestal als jij dat zegt, dan gaat er bij mij een soort onderbuikgevoel ontstaan. Soms kan dat zijn dat er een klein drolletje naast mijn bed ligt of een plasje op mijn matras. Maar Trixie kijkt nu heel onschuldig, dus ik denk dat je toch bij het ziek moet zijn. Ja, maar ik laat je even zien wat wij aantroffen toen we weer aan boord kwamen. De hele vloer ligt bezaaid met, ja, hoe heet dat, vulling eigenlijk, hè, van een kussentje. En dat is dan dit kussentje. Ik vertelde vanmorgen heel trots dat ik dat gekregen heb van Boutique Deco, die webshop. Maar Chico, zit jij hierachter? Ja, die kijkt brutaal. Maar dat denk ik ook. Nee, maar ik heb een Trixie. Maar Trixie trekt zich terug. Trixie is weer weg. Die kijkt heel onschuldig. Oh ja, Trixie. Heb jij dit gedaan? Nee. Nee, hè? Nee. Ja, volgens jou had Trixie dat nooit gedaan. Nee, dat doe je nooit, hè? Kijk, bij dat beest. Ik denk, ja, maar serieus, het is Chico. Dat kan bijna niet anders. Ik heb dus al eerder een kussentje gekregen van Boutique Deco. En ze waren zo vriendelijk om een nieuw kussentje op te sturen, omdat Chico die toen ook gemold had. Maar iedere keer is het dit kussentje. Maar het komt omdat dit erin zit. En ik kan dat niet verklaren. Het is een soort van, ja... Het is vulling, maar het ruikt ook een beetje dierlijk. Zit je nou onder mijn oksel? Maar iedere keer is het dit. Dus dit kussentje ga ik... Ja, het is niet anders, maar dat kan ik niet gebruiken. En durf je ze nou niet meer opzuren? Nee. Dan kun je de hele vrachtwagen zuuren met die dingen. Ja. Nee, maar dat wil ik ook niet. Het werkt niet bij dit kussentje. Want bijvoorbeeld bij dit kussentje doen ze dat niet. Er zit gewoon een andere vulling in. Dus ik ga eens even een hartig woordje met Chico spreken. Zet eerst maar even een bakje koffie. Dat plekje lagen wij net. Ze zeggen tot ziens, Grauw. Tot later. En wij gaan op naar Lemmer. We zijn net het Prinses Margrietkanaal opgegaan. Pa die is de stootwielen weer even aan het ordenen. Ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel druk is. Het is helemaal geen vaarweer. Maar toch, mensen laten zich niet tegenhouden. Dus we zijn niet de enige. Dat maakt het ook wel weer gezellig. Kijk, we varen nu langs het plekje waar ik een week heb gelegen met de VB-002 toen mijn pa van boord was. We passeren Sneek weer. Nou, we gaan lekker.
Ja. Lemmer is in zicht. Zeker, we zijn al hier. Even kijken hoor. Bij de grote brekken. Hier. Oh ja, ja, ja hier ja, zijn ja. we. Nou, en je rekent dat we hier vandaan komen, wat? Hier achter vandaan allemaal. Hebben we half Friesland doorvaren, man. Ongelooflijk, hè? Die volgende bestemming stoont maar door. Ja, joh. Ze gaat snel, hoor. 10 keer met de buren. Zo, gierende schroef. Volgen, jongen. Ja. En dan legt zijn voetjes er weer bij neer, hè? Ja. Maar wel leuk, ja, Lemmer, wij zijn er 1 keer eerder geweest met een vorig bootje. Ja, met mijn bootje. We hebben in het centrum van Lemmer geweest. Dat was heel gezellig. Maar of daar nou plek is, dat is de vraag. Het is 4:30, dus ik denk dat alles vol ja, ligt. Het seizoen is een beetje voorbij en het is vandaag geen mooi weer geweest. Ja, maar toch, ik vind best wel veel scheepvaart, of veel pleziervaart nog wel, hoor. Ja, maar die gaan allemaal op huis aan, niet naar Lemmer toe. Ja, nou, het glas is weer 4:30 bij jou en terecht, ja. Zo hoort het ook. Maar we gaan het zien, als we niet, dan pikken we een ander plekje uit. Maar het zou wel leuk zijn om in de binnenstad terecht te komen. Ja. Maar dat moeten we even ondervinden. Zijn we er al bijna of niet? Tjoh. Geen idee. Geen idee. Kijk de binnenkant van mijn ogen. Het was weer zo ver. Ja. Het was helemaal te ver, Kees. Maar we zijn er niet veel verder. Jawel, we zijn er bijna. Ja. Zou dat Lemmer een... ja, Lemmer ligt een beetje daar, hè. Een beetje naar links. Ja. Nou, dat is gelukkig. We liggen voor de zeilroede brug die ons entree geeft Lemmer in. Hij ging net voor onze neus dicht, maar nou, binnen 5 minuutjes gaat hij alweer open. Het is best een drukke weg hier. Dus ik snap wel dat die man denkt van laat eerst even dat verkeer voor. Maar hij gaat straks al in werking, dus gaat lekker vlotjes allemaal. Nou, we liggen hoor, midden in Lemmer. Nou, en ik heb hem ingeparkeerd. Ik heb voor nog 30 centimeter over. En achter ook zoiets, denk ik. Er staat een ontvangstcomité klaar voor je, Kees. Ja, ik swipe even naar links. Hallo. Hallo. Wie zijn jullie? Maddy. Gijs. Ja. En? Marianne. En Niels. Nou, wie van de vier? Ja. En jij volgt mij ook best wel, hè? Elke dag. Maar je hebt ons een beetje gemist iedere keer. Ja, net langs elkaar elke keer, ja. Want jullie waren ook in Overijssel. Ja, daar waren wij ook. Ja, toen heb je me net gemist. Ja, dat klopt. En wij kwamen net binnen, vijf. Hey, eindelijk zie ik jullie. Precies. Nou, wat vind je van mijn inparkeerkunsten? Ja, ik vind het lekker. Op de millimeter, hoor. Nou, dan gaan we eens even Lemmer verkennen. Ja, wel geluk met zo'n plekje hier. Ja. Ja. Zo, dat je er net tussen kan. Ja, absoluut. Daar ligt ook helemaal vol. Ja, en volgens mij was die ene brug buiten werking, dus je kwam ook niet verder dan dit. Oké. Nou, dan hebben we mazzel gehad. Ja, ja, ja. Nou, de doggies die willen ook Lemmer gaan verkennen. Hè? Ja, Chico, welkom in Lemmer. Jij ook, hè? Ja. Ja, het bruggeld was 7 euro. Het bruggeld was 7 euro, maar die meneer, ja, we hadden dat niet zo snel met elkaar verzameld. Nee, natuurlijk niet. Vaak is denken, mensen denken, je kent erin en je kent er weer uit, hetzelfde geld, hè? Ja, maar nee, maar daar gaat niet over. Maar het gaat erom, mensen komen aanvaren en één keer denk ik, past er door in mijn portemonnee. Maar de letters zijn ook niet echt klein of zo. Zijn ze ook letters ongeveer? Ja, die letters zijn ongeveer zo. Nee, dan liggen we er ook klaar voor je. Nou, bedankt voor de uitstel van betaling, hè? Ja, maar dat zijn ongeveer zo. Doei. Ja. Ja, we hadden dat bruggeld even niet bij de hand. In 1 keer, ja, 7 euro. Dat is wel aardig bedrag, 7 euro. Maar goed, nou, misschien ja, hebben ze ook nog wel... Daar ging ook voor terug. Ja, dat is waar. Heen en weer. Maar we kregen een uitgestelde betaling van die meneer. Dus die kon het even persoonlijk ophalen.
de ui moet je pakken. We hebben net een rondje gedaan. Ja. Bolemmer. Leuk hoor. Ja, allemaal leuke terrasjes ook en zo. Ja. Leuke restaurantjes. Ja. Heel leuk. Maar toch gaan we lekker ons eigen eten maken. Ja. En het wordt groene curry. Groene curry. Het kindje ligt aan. Ja, het groene curry. Kijk. Ja. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Want ik ben natuurlijk meer van de... Van de Hollandse pot. En van de nasi en zo. En nasi, bami en macaroni en spaghetti. Maar dit heb ik nog nooit gedaan. Maar je zag de uitdaging er wel van in, hè? Wel, de uitdaging is ook niet zo groot. Toch? Kijk, hier staat precies hoe je het moet doen. Dat zijn hele kleine lettertjes. Ja, maar voor mij voldoende. Oké. Okay. Ik denk dat het best goed gaat. Ik denk dat het ook best wel goed gaat. Ja, die ui hou ik apart. De traditionele rolverdeling hier aan boord is eigenlijk dat pa kookt. Ja. En dat ik dan even het beeldmateriaal ga inladen en dat ik de vlog ga monteren alvast. Ja. Want anders ga ik toch maar op de bank zitten en zitten slapen. Precies, zitten slapen. Want die buitenlucht, dan slaap je gauw. Zo, je bent een roze als kanonnen. Ja, echt hoor. Iedere dag eigenlijk weer. Ja. Maar en het budget, weet je, als je iedere avond uit eten gaat, je gaat helemaal los. Ja, je hebt je lichtgeld, je hebt je restaurantjes. Nou, ja, dus dat kan een bruin niet trekken. Moet er een beetje op de centjes letten. Ja. En dit is ook wel gewoon lekker. Dat is leuk toch? Eigen potje koken. Ja, leuk toch? Het is wel gezellig hier, Lemmer hoor. Vind ik ook. Ik ben verleidelijk om niet gauw aan een tafeltje te zitten. Oh, we hebben net een rondje gelopen. Zullen we gaan zitten? Nee. Ja. Sterk zijn. Terrasverwarming. Oh. Maar hier is het ook warm. Ja, daarom. En ook gezellig. En eigenlijk is het net zo leuk. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, toch? En we moeten ook een beetje aan onze vitamintjes denken natuurlijk. Ja, daarom. Want hier zit zoveel vitamine C in. Misschien krijg je binnenkort wel je eigen kookprogramma. Ja. Dat had je toch 2 jaar geleden ook niet bedacht? Nee. Ja. Hè, nou die gehaktballen. Nou. Je bent gehaktballen-influencer van Nederland geworden. Ja, want er zijn veel meer mensen gehaktballen gaan eten. Ja. En ook die snijboon doet heel goed. Ja. Hebben we weer gekocht, Irma. Nee, nou, dat is inderdaad waar. Dat mag Irma best even horen. Ja. Want we hebben ze weer gekocht op Isa's vies, Kees. Ja, serieus. Ik zou wel nemen, maar hij zegt snijbonen. Ja, ja. 3 weken terug niet van bestaan van snijbonen. Jij noemde dat... Vergeten groenten. Vergeten groenten. Nou, nu vergeet ik het niet meer. Tegenover al. Het was best wel lekker. En er zijn heel veel mensen die zijn snijbonen gaan eten. Zo vergeten is het helemaal niet. Nee. En straks gaat iedereen weer aan de groene curry. Ja. Ze zeggen, eet smakelijk alvast. Nou, ik denk dat het heel lekker wordt. Ja, je hebt hem netjes geordend op kleur ook. Deze ook eens zelfs. Ze ziet mijn kledingkast er niet uit hoor. Gaat er goed. En dat hoeven we ook niet te schillen, hè? Wat is dit? Een aubergine-feestening? Ja, weet ik veel. Ja, maar dat is goed. Ja, aubergine. Nou. Ja, aubergine. Maar schijfjes, hè? Niet? Schijfjes, ja, maakt niet uit. Als je maar de schil kan er gewoon om blijven. Ja, hè? Ja. Nou, doen we nou nog 10 minuutjes staan, Kees. Waar is Jolle Keukenprins? Nou, het is helemaal gelukt. Ben je tevreden? Ja, hartstikke tevreden. En ik heb gewoon geproefd, dat is heerlijk. Zo. Ja, en dat is eigenlijk ook wel leuk, vind je niet? Kijk, uit eten gaan is allemaal waardig, maar ik vind dit eigenlijk ook wel heel bijzonder. Ik ben echt mooi, hè, dat kan. Ja, maar dit was wel leerzaam, want dat heb ik nooit gedaan. Nee, nou, het ziet er goed uit. Nou, tafeltje gedekt. Ja. Hè? Ik zat hier net nog te monteren en nu is het getransformeerd in een dinette. Multifunctionele ruimte. Ja. En dan opschappen, Kees. Wees een beetje rijst zeker. Ja, lekker hoor. Heerlijk. Ja hoor, heerlijk. Nog iets, ja. Hè? Ja, groot eten, groot opscheppen. Ja, daarom. Eet je maar, Kees. Heerlijk. Nou, laat maar eens even proeven hoor. Ja. Ik heb het al warm hier. Ja. Je gaat er niet strippen aan tafel. Het lijkt wel op, hè. Dat is een heel verzorgd avondje. Koken met Theo en een striptease daarna. Nee. Maar het is super lekker. Ja. Heb je het ook geproefd? Ja, wel. Ja. Nee. Het is echt lekker. Hi Kees. Ja. Oh, kijk je het?
hij is leeg. Ja, dat klopt. Jij hem nu wel zeker. Nee. Ik zie hem zo leeg, ik denk dat. Nee. Maar je zit even lekker een boek te lezen. Je denkt, even een momentje voor mezelf. Ja, in Lemmer liggen we nu, hè? Ja, Lemmer. En, we gaan naar Urk. We gaan naar Urk, inderdaad. En daar heb ik ook wel zin in. Urk ben ik nog nooit geweest. Ja, wel eens een keer. Jawel, ik ben eens een keer in Urk geweest. Maar niet met de boot. Niet met de boot, nee, ik ook niet. Je moet er echt naartoe gaan, hè? Het is niet. Het is een beetje een uithoek. Eigenlijk wel. Maar het is wel leuk hoor je. En je hebt nogal wat uitnodigingen uit Urk, toch? Mensen die zeiden, joh, je moet naar Urk ook. Ja, dus dat gaan we maar doen dan. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja, en niet over het IJsselmeer, maar gewoon door de Limpse Vaart. Ja, je kan dus op twee manieren die kant op naar Urk. Je kan over het IJsselmeer inderdaad. Maar er staat vandaag toch wel een windkrachtje 3-4. En dat is superleuk als je een zeilboot hebt. Maar ik heb ook wel van mensen gehoord die zeiden van, Kees, als het meer dan 3-4 is, dan moet je echt al je spullen vastzetten. En ik heb nog wel wat potjes en dingetjes. Ja. En dat is op zich niet erg, maar ja, ook voor de hondjes en die deining. En vrouwenmannetjes. En vrouwenmannetjes, hè. Dus, en we hebben dat al vaker gedaan met andere bootjes. En die andere route, de Lemster Vaart. Lemster Vaart, die heb ik nog nooit gevaren. Nee. Schijnt geen hele bijzondere route te zijn. Natuurlijk Nieuwe Polder, hè. Nieuwe Polder. Polder. Ja, aan de andere kant, dat is iets wat we nog niet hebben gedaan. Dus dat gaan we doen. Ja. En dat is een kilometer of 35 varen, toch wel. Het lijkt een klein stukje op de kaart. Maar het is toch wel een aardig rukje varen. Ja. We krijgen straks, als we hier Lemmer uitgaan, al een sluisje te pakken. En dan nog een sluisje daarna. Oh, nog een sluisje. Ja, even op het IJsselmeerwater, zeg maar, heel kort. Oh, ja. Dan krijgen we weer een sluisje om op te precies. Komen. Ja. Nou, dat gaan we gewoon doen. En we vonden Lemmer erg leuk. En we hadden echt geluk met het plekje wat we hier hadden. Er was nog één plekje over. Of dat het zo heeft moeten zijn. Dat hadden we in Dokkum ook. Ja, zo'n stukje over. Zo'n stukje over. Op de millimeter heb ik hem erin gevaren. Dus daar was ik stiekem wel trots op natuurlijk. Ja, maar ik heb gekeken wel voor je. Ja, jij was mijn achteruitkijkspiegel. Hm. Dus we hebben wel genoten van ons bezoek aan Lemmer. En zeker Lemmer by Night. Ik heb het niet kunnen filmen, maar ik heb wel een paar foto's genomen. Die zet ik nu even onder dit praatje. Ja, dat is echt zo gaaf. De kerktoren is verlicht. De horeca, de huisjes en de bootjes. Het is eigenlijk een beetje een magische plek waar je dan ligt. En we hadden geluk met het weer. Het was windstil, dus dat licht dat spiegelde zo over het water. Dus we hebben ervan genoten, maar het is weer tijd om door te gaan. Urk, here we come. Even kijken of dat Teun Veun er nog is. Of, dat is toch zo'n bekende Urker. Word ik wel eens ruzie gemaakt in Urk, dat willen we niet. Of die twee zussen. Of die twee zussen, ja. Nou ja, we gaan het vanzelf zien wat Urk ons brengt. Maar we gaan sowieso een visje happen. Ja. Dat hoort er een beetje bij. Ja. Nou, ik ga de motor starten. Ja. Het sluisje achter de rug, we zijn nu Lemmer uit, maar het volgende sluisje komt er alweer aan. En die heeft een verval van 5 meter, heb ik begrepen. Dat is die. We liggen even te wachten voordat we de Friese sluis in kunnen, maar er is een flink windje vanaf bakboordzijde. Dus ik ben blij dat ik hier even aan de wal kon liggen tijdelijk. En dan gaat de sluis, je ziet het. Misschien het licht staat dan op groen. Dus het duurt niet lang meer voordat we kunnen gaan schutten. Ja. En of het gaat passen, dat is even een ding, want hij is 7 meter breed en 39 meter lang. En nou, we hebben het even uitgestapt, maar dat scheelt weinig. Dus het wordt weer ouderwets wringen.
Maar hopen dat we mee kunnen, anders moeten we weer een half uur wachten of zo. Nou, we liggen, maar deze sluis is nog wel pittig. Dit is 5,5 meter verval. Maar dit zijn wel van die handige geleiders eigenlijk. Dus dat helpt je wel dat het lekker slipt. Hij zakt als een malle. We gaan lekker op de Lemstervaart. Het is eigenlijk best wel een saaie vaart. En aan de bakboordzijde heb ik een vrij drukke snelweg lopen. Nou, de enige entertainment eigenlijk die we hebben, dat zijn wel boeren die hier iets aan het doen zijn. Wat precies weet ik niet. Er staan een paar dames naar je te kijken. Nee, andere kant. Oh ja. Moet je even zeggen, moe. Ja, heb ik niet mee in de wijn gelopen. Nee? Nee. Ik zie ze zo lonken naar je. Ja, ze kijken we net weg. Ja, hier is Urk. Daar gaan we heen. We varen hier nu ongeveer. Ja. Dus via Emmeloord gaan we naar Urk. Mm-hmm. En als we dan morgen teruggaan uit Urk, dan willen we eigenlijk hierheen. Hier. Ja. Dan moet je helemaal terugvaren. Ketelmeer op. Ja, en dan zou je de Zwolse Vaart en moet je Zwarte Meer en of zo het Ketelmeer op. Maar dan moet je zo'n stukje IJsselmeer doen. Ja, dat is wel goed te doen. Dat denk ik ook. Ja, dat gaan we gewoon doen. Dat noemen ze ook de Rotterdamse Hoek daar. Ja. En dat kan het wel spoken hoor. Dat kan het zeker spoken inderdaad. Maar dan moeten we even navragen. Even de weerberichten in de gaten houden. Ja, en dat ziet er beter uit dus, als het niet wel wind is. Hè. Dit was even een instinken, want via de intercom melden ze, kijk uit, u ligt onder de brug. En dat klopt ook, want nou ja, het water gaat omhoog, zo'n 5 meter denk ik. En dat zou betekenen dat we hier onder deze brug kwamen. Nou, dan ben je gewoon geplet. Toch meneer? 5,70 meter gaat hier omhoog. Ja, 5,70 meter. Wow. Dus wij zijn als de wiedeweerga een stuk naar voren gegaan. En de buren, die ziet het, hebben ook wat moeite om hun bootje daar bij het spuiwater vandaan te krijgen. Ik ga er gewoon die brug omhoog in doen. Ja, of de brug omhoog, maar dat waren ze niet van plan. Dus het is wel even een instinker. Huh? Maar goed, het is goed afgelopen. We hebben snel gehandeld. Ik heb even ze vooruit gezet. Dus nu kunnen we hebben een veilige schutting. Maar je zal toch komen te pletten onder zo'n brug? Daar moet je toch ook niet aan denken. Dat was hem weer, de vlog van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Like de video eventjes en abonneer nog even gratis op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. We staan hier op Urk Beach. Ja. Nou, en we hebben wat meegemaakt ja. Op Urk. Ik krijg er weer kippenvel van als ik eraan denk. Dat was gisteravond. Het was heel speciaal. Ja. Wat dat was, dat vertel ik nog niet. Maar zeker, ja, zeker reden genoeg om te gaan kijken naar de volgende vlog. Hè? En dat is aanstaande zondag. Ja. Vanaf Urk. Vanaf op Urk, hoe zeg je dat? Op Urk. Op Urk zeggen we bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende bestemming. Oké. Hoi. Oh jee, we waren de afsluiter aan het opnemen en Trixie is pleiten. We denken we laten ze even los op het strand en tijdens de opname van de afsluiter is Trixie weg. Misschien zit ze daar in die bosjes. Trixie is nog altijd in de bosjes. Oh, hier komt ze aan! Komt ze heeft zich gewoon verstopt ergens. Snap je dat? Nou, eind goed al goed.
Ja.